Hallo dames en heren en welkom alweer bij deze hele nieuwe video van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag zijn we op de boerderij momenteel nog, maar we gaan daar snel veranderingen maken, want ik wil namelijk met de verreker, want ik heb gezien dat het stof, het wol bijna op is in de stoffabriek. En ja, we hebben hier nog een beetje voorraad, dus we kunnen de stoffabriek weer een beetje bevoorraden, dat die toch ja, verder kan werken, he, want ja, dat moet natuurlijk blijven doorlopen, he, want dat is natuurlijk onze grootste geldverdiener. En als dat niet goed loopt, dan lopen we veel geld mis. Dus we pakken snel de auto. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje een uitblinker dat we moeten doen. Daar wordt het geld gemaakt bij de spinnerij. Dus dat gaan we snel weer gaan doen. En dan heb ik heb twee veldjes gedaan om te gaan ploegen. Nu gaan we ons eigen veldjes gaan we nu nog niet gaan ploegen. Ik vind dat de moeite nog niet echt is. Maar vanaf dat er iets op veld 17 staat, gaan we het veld kopen. En dan kunnen we ook veld 16 ook mee ploegen. En dan is dat één veld. En koersplay kan er normaal gezien wel aan dat dat één veld is. En dan is de bedoeling als tarwe oost is, dat we, dat dan ons grasveld wordt. En tarwe kunnen we gaan oosten. Ja. Een beetje te na. Dus ja, het is een keer een jaartje geen gras maaien, maar dat is natuurlijk geen probleem. Dat is de wereld had er niet van dood. Hè. Dus we gaan het niet even snel in orde brengen. Maar ja, als je deze video nu al leuk vindt, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen en te liken. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En ja, ik ga even verder doen met het veldje. Te gaan brengen. Dus ik zie jullie als ik bij de spinnerij ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn weer bij de spinnerij. We gaan dat hier even lossen. We gaan ook even het stof aan de kant te zetten. Jezus, wel veel stof dat we in de rielijn hebben. Nee, doe ik dat niet. Maar kijk, uitrekenen hoeveel waarde dat er hier eigenlijk ligt. Ik heb er geen idee van. Dus één zo'n ding is 1000 liter. Nou, ik ben er meer dan 100.000 euro ligt, zeker. Misschien, ja, net niet, hoor. Nee, 100.000 euro nog niet, denk ik, hoor. Maar het had dan wel richting de buurt zijn. Er zijn er nu 9. En als die beste koop staat, beste prijs is... 6.000. 6.000, 6.000. Pak 7000, 7000. Maar 7000. Maal 9. Is toch 63.000 euro dat het hier ligt. Dat is een best mooie prijs, ja. Kijk wat ik nu tegenkom. Een goedkoper. Dat kan toch niet. Nu kom ik gewoon een goedkoper in tegen. Dat ik voor gekocht heb. Ah, zo dat het is, cap. Ja, kijk. Het is nu zo. Oh, gezondheid. Ja, wij gaan nu naar huis en wij gaan dan beginnen met ploegen. Hè.
Dus tot straks. Tot ik aan het ploegen ben. Zo, voilà. Nou, ja, dat is mijn gewichttak. En dat ben ik inderdaad. Dus dit is het eerste foutje dat we gaan doen vandaag. Dit en het foutje daarnaast, zesde, gaan we dan ook doen. Het zijn ja, relatief grote foutjes. Ja, deze is wel groot. Maar er is heel veel geld mee te verdienen. Het is van 9000, dus bijna 10.000 euro is mee te verdienen. Dus het is mooi verdiend. Dus ja, wij gaan even dat hier kantelen, nee, of wat je dat noemt. Ja. Gewoon, gewoon doen. Dus ja, we zien, ik zie wel, ja, misschien op het helft van het foutje, misschien heb ik dan nog andere ideeën om een volgende video te doen. Maar we zullen het zien. Dus tot straks. Zo, voilà, we zitten eigenlijk al meer op half van het veld. Alleen hier nog een klein stukje. En dan zijn we klaar. Man, dat is wel een lang veldje. Maar ja, ik moet nog het andere veldje doen, maar dat is kleiner. Dat gaat wel lukken. Dus ja, ik ga jullie zien als ik bij het volgende veldje ben. Zo, tot straks. Zo, voilà, we zijn klaar met het veldje. Het is weer mooi gelukt. We gaan naar huis rijden. We gaan het geld verzamelen. En dit zal dan het einde van de video zijn. Ja, dat is het eigenlijk. Wat we de volgende video gaan doen. Altijd. Oh, sorry meneer. De vrachtwagenchauffeur. Geen idee. Ik heb nog altijd niet echt kunnen kijken wat we kunnen doen. Maar ik denk dat we gaan beginnen met ons veldjes te gaan ploegen. Ik denk dat het verstandigste is om te gaan beginnen doen. Dus de ploeg laten we achter de vent. En zo kunnen we de maand januari afsluiten. We gaan eerst een haaltje verzamelen. Ja, kijk. Het is weer mooi binnen hier. Het is weer mooi verzameld. Ook al zei ik het zelf. Kijk wat er nu in de shop staat. Dat nu wel iets moois in de shop staat. We kunnen het allemaal kopen. Basic wel. Dit. Nee, we gaan het niet doen. Zie je dat? Het is zo dat hier weer tracker is. Maar het is namelijk voor dat veld. Dat valt zat er altijd niet op. Maar ja, kijk, ik wil je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie jullie de volgende keer allemaal terug. Dus ik zeg, tot de volgende keer. Yo.